Wat is hij aan het doen? Ik probeer mijn ballen te corrigeren. Have you ever experienced this? Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de kerstmarkt tot aan Valto, je ziet het in de FOMO Show Winterspecial. Oké, jongens. De winterspecial gaat verder. We hebben nog één aflevering te gaan. Waar ik ook FOMO voor heb en waar ik van wil onderzoeken of dat terecht is. Zijn extreme wintersports. Zat dief op. Dacht je allemaal vet extreme sports te doen? Ice climbing. Ice climbing. Nee. Ja, met van die pinnen zo. Nee. Touwen en zo. Nee. Ik zag ook dat je hier van die buggies kunt huren. Ook heel vet. Dus ik heb net gezegd dat we hier een nachtje langer blijven. Dat al helemaal niet. Dit is al extreem. Hebben jullie het ontbijt gezien? Als je wilde dat ik dit nog ga doen, mag ik een knap hotelletje zoeken. Ben je bereid om mee te gaan, maar onder één voorwaarde, is dat je het allemaal lekker zelf betaalt. Ja, ik vind het goed. En we maken... Ik ga hier geen nacht langer blijven. Extreem wintersport! De eerste extreme wintersport op het programma is ice racing. En met maar twee buggies tot onze beschikking stuiten we gelijk op het eerste probleem. Althans, voor Jasper en Toby. Even één noot. Ik heb er één en jullie hebben er ook één. Waarom is dat zo verdeeld? Nou, omdat ik dit geregeld heb. Jij bent de meest ervaren chauffeur. Ik ben de oudste. Maar jij rijdt nooit. Ja, ik ga bij jou dan, Daan. Nee, dat kan dus niet. Ik ga wel rijden, komt goed. Nee, jij gaat zeker niet rijden. Luister, we hebben een kwartier. Eerst een half uur gaan discussiëren en dan kunnen we gewoon weer naar huis. Nou, rock, paper, scissors, dat is het eerlijk. Kom op. Rock, paper, scissors. Ja! Fucker. Yes, dit wordt vet, jongen. Het had natuurlijk best gekund dat Toby bij mij kon. Ik vind het veel leuker als Peppy en Kokkie bij elkaar gaan. Een circuitje pakken. Oh, ik zit naast deze maniak. Dit is toch verschrikkelijk. Wat ga je doen? Kom dan. Pas op! Pas op! Nee! Oh, ziek geloof, man. Ja, het is een ijsbaan, Jasper. Oh, kom dan, jongen. Kom dan. Voor je. Hoppa. Wedstrijd, gek. Holy fuck. Oh, gek. Shit. Oh. Pas op! Help! Rustig aan! Pas op voor Daan! Daan, je moet opzij gaan. Ik ga er even langs. Niet in de bochten, opzij die man. Help! Remmen! Nu gaan we Daan inhalen. Au! Ik wil niet meer. Pas op voor Daan! Jezus! Yeah! Dit was fucking vet, man! Laat me eruit. Mijn god, ik heb doodsangst uitgestaan, Matthijs. Die jongen die kent gewoon geen angst. Hij denkt dat het een soort videogame is. Hij ziet ook helemaal wit. Ik was echt Max Verstappen on ice. Yeah, zo ziek driften. High five, Toby. Hey. Ja, hoor. Maar we zijn nog lang niet klaar. Hey. We gaan door naar de volgende Extreme Sport. Yeah. Oh, wat een marteltocht dit. En terwijl opa Toby nog herstellende is van het ice racen, zijn we al aanbeland bij de volgende Extreme Sport. Het ijsklimmen. Coming for the ice climbing. You're welcome. My name is Julian. Julian. I'm your mountain guide for today. Is it dangerous? It's not so dangerous. How many people died on the glacier? Not so many. Aangezien het ijsklimmen dus niet helemaal zonder gevaren gepaard gaat, heeft het de nodige voorbereidingen nodig. Om te beginnen een paar bergschoenen. En wonder boven wonder is er weer geen enkel paar te vinden in de schoenmaat van Jeppe. So we have to maybe to change the size of the boots because it's smaller. No, it's okay. I take this for the team. Oh, hij zit gewoon goed. Dit zou hij nooit doen als het niet goed zou zitten. Na het omdoen van de pieper voor het geval dat we in een lawine belanden en het aandoen van de sneeuwschoenen kunnen we eindelijk van start. Daar gaan we. Let's go. Let's try. We lopen dus nu echt dwars door het berggebied.
het is dan nog het begin, zeg maar. We zijn nog onderweg naar de bevroren waterval. En dit is al extreem. Valt me wel mee dat Jasper nog niet heeft geklaagd over hoe heet dit water. Nee, nu is hij een soort van euforische avonturier. Dat vind ik nog hinderlijker. Kijk nou, jongens, hoe prachtig het hier is. In this place we have to take off the snowshoes. More dangerous part of today is when you have this on your feet. It's quite sharp, hè? You have to open your feet. Je gaat me niet trappen, Toby. Nee. Oké. Als laatste vervangen we onze sneeuwschoenen weer voor de zogeheten stijgijzers. Krijgen we een klimgordel om en ook niet onbelangrijk een korte uitleg van de ijsbel. Waarna het tijd is voor het laatste deel van onze wandeling naar het begin van de bevroren waterval waar onze echte klim zal starten. Wiens idee was dit? Au, trapt nu al vol met die pinnen in mijn eigen kuit. Ja, natuurlijk. Je hebt ook geen motoriek. Zwijnen, jong. Jezus, dit is wel extreme sports, hoor. Oh, kunnen we nu niet terug? Laten we terug. Je hebt oh shit. Als de instructeur oh shit zegt, dan is het foute boel, jongen. Is everything okay? Yeah, yeah, but so deep. Oh, nee. Straks zijn we die lilliputten kwijt. Ja, ik ben gewoon naar beneden zo. Daan, dan kunnen we gewoon in alle rust met z'n tweeën het volgende seizoen doen. Oh! Zeker. Dit is nog maar de weg ernaartoe. Ik zie de waterval. Ah, we zijn er bijna, jongens. Wat zijn we weer aan het doen, hè? Onderzoek of je FOMO moet hebben. Nou, ik denk dat de mensen thuis wel kunnen raden hoe ik hierover denk. Als initiator van deze achteraf gezien misschien wat erg extreme wintersportactiviteit is het logischerwijs aan mij om het spits af te bijten en mij aan deze krankzinnige klim te wagen. Ram die ergste erin. Zo, dit is eng. Kom op, Daan, je kan het. Oh, het is zo zwaar. Ik krijg hem er niet uit. Kom op, Daan. Gaat als een raket. Nou, ik denk het niet, maar... Die was mooi, Daan. Ah! Oh, dat was doodeng. Ik wil niet meer, ik wil naar huis. Oh, kut, mijn broek. Kan niet meer. I'm too tired. That's good job. Thank you. Woo! Ik ben Daan. Lekker, man. Hey, verdorie, hey. Dat zag er stoer uit, hoor. En dan is het de beurt aan de semi-bejaarde Toby. De meest bange van ons drie, maar ook iemand die zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Dit touwtje moet mijn Jezus Christus. Oh, doodsangst uitstaan, ik weet het nu al. Tobias. Good job. Oh, dit is eng. Oh. En het ijs breekt hier af. De hele eind omhoog. Yeah. Now you are an alpinist. Hey, hoor je dat? Je bent een echte alpinist, hè? Ben je niet bang? Ja, natuurlijk. Dat is de dood. Maar ik hou ook niet van opgeven. Ik moet nu de top bereiken. Anders dan voel ik me een verliezer. Oh, ik moet niet naar beneden kijken. Dit is eng. Het team is echt heldhaftig, hoor, wat hij aan het doen is. Mijn god, wat is dit hoog. Nou, jongens, dit is echt extreem. Tobias is nu echt ongeveer bijna boven. Oh, ongelooflijk dapper wat hij doet. Ik ben zo bang dat ik val. Nee, je gaat niet vallen. Ik durf echt niet meer. Je bent echt bijna, Toby. Kom op, red het programma. Holy fuck, het is zo eng. Ik kan het, Toby. Ik heb helemaal geen grip. Fuck. Krak. Turbo Toby. Kom op, hè, Toby. Kom op, je kunt het. Bijna. Zo. Oké, dit is enough. Dit is enough. I want to go down. Ik kan niet meer. Oh, it was heavy. Oh, my arms, it just is... There was no power in them anymore. Hey, goed, man. Hey, ouwe ice climber. Lekker, man. Echt trots op je. En dan... Last but not least is Jeppe aan de beurt. Gaat hij Tobias verslaan die zojuist de top van de waterval zo goed als bereikt heeft? Ik heb er wel zin in. Ah, dit werkt toch niet? Jasper die zei al dat hij hier heel goed in zou zijn. Ja, maar ik heb hele korte beentjes. Nou, ben je ineens niet geschikt. Oké dan! Kijk hoe je zit, man! Oh, fuck, dit is zwaar. Jasper. Ja! Hoe gaat het? Wat vind je ervan? Dit fucking zwaar. Tyfus. Ah! You're a tiger now. Ja, I'm a tiger. Ah! Ja, kan ik hem weg? Voor de goede orde, je bent denk ik een meter omhoog gekomen. Au.
Mijn ballen zitten tussen dat touwtje. Au. Wacht even, het doet echt heel veel pijn. Wat is hier aan het doen? Die werkt te leuk. Ik probeer mijn ballen te corrigeren. Have you ever experienced this? Zijn jullie hier ook geweest? Nee, zo hoog is nog niemand geweest, Jasper. Maar ik heb een moeilijkere route dan jullie. Je zet een first track nu. Why the fuck do we need climb? Yeah, this? En hoppakee. Jongens, dit is niet grappig. Wil jullie me alsjeblieft een beetje aanmoedigen? Kom op. You're a lion, Jasper. Au, snijdt zo erg. Mijn handen kunnen niet meer. Ah, fuck. Nu is het echt niet chill om een losse schoen te hebben, hoor. Zijn schoen zit los. Ik kan niet meer, gaat stoppen. Wat ben je aan het doen? Uitrusten. Oh, hij ligt gewoon uit te rusten. En als je denkt dat Jasper ongeveer ieder smoesje wat je maar kunt bedenken heeft gehad... The ex doesn't work anymore. The ex doesn't work anymore. Wacht even hoor, hij heeft pijn aan zijn ballen. Zijn schoen zit los en zijn bel werkt niet meer. Kan niet meer, jongens. Jawel. Kut, kut, kut. Oké. Okay. Au, 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 au. Wat is er? Ja, dit is... Au. Oh, het snijdt zo erg in mijn lies. Ik weet niet wat het is, maar het is echt helemaal open volgens mij. Oh, I wanna go down. King of the mountain. Hey, je bent er weer. Je hebt in je leven nog. Jamen. We schrokken er een beetje van. Ja, maar je hebt het goed gedaan. Het deed echt fucking pijn. Ik vond het klimmen vond ik wel meevallen, maar die pijn in mijn lies was echt niet te doen meer. Ja, anders was hij naar de top gegaan. Ja, sowieso. Dit pijn. Oh. Man, oh man, dit was echt heel vet. Ik heb zelden zo gelachen. Lach aan alles behalve aan Jeff zelf. Dit, ga je extreem sport doen, neem Jasper mee. Het verzacht alle pijn aan het revalideren. Extreem sport, heerlijk. Oh, het was dus vet, hè, jongens? Oh, ja. Eenmaal terug in de jeugdherberg haalt criticus Toby nog even alles uit de kast om last minute een hotelletje te regelen. Ja, als hij een relaxed hotel wil, dan moet hij dat regelen. Ja, ik vind het best. Oui, très bien. A bientôt. Wat heb je geregeld? Een klein hotelletje. Nee, hier in de buurt. Oké. Okay. Oh. Is dit het koffertje van de vegan? Ziet er leuk uit, hoor. Wat is de bouwstijl? Neo-beton? Het zal in elk geval 100 miljoen keer beter zijn dan waar we de afgelopen tijd verbleven zijn. Je komt binnen, je krijgt een klap met parfum in je gezicht. Oké, Sven. Het is de kamer van papa. Ja, tuurlijk. Dieven jullie maar even op, maar je kijkt, papa ligt hier heerlijk. Een tweepersoonsbedje geregeld en voor jezelf een tweepersoonsbed. Ja. We gaan rook, peper, scissors doen. Jij bent een hartstikke... Vind ik wel leuk. De winnaar die mag in dit bed. Dat ja, vind ik wel leuk. Dat is het eerlijkst. 33% kans. Kom maar. Rook, peper, scissors. Ja, oké. Okay. Het is ons. Nee. Rook, peper, scissors. Ja! Kut! Smerige tyfushond. Ja! Zo. Is gewoon eerlijk gewonnen. Het is niet eerlijk gewonnen. Dus jullie hebben het me afgetroggeld. Ik geef er niet zoveel om. Nou, laat mij dan. Nee, oké. Okay, ik ga wel gewoon in dit bed slapen, joh. Oh, alsof hij zich opoffert. Ja. Nou, ik neem wel deze koffiemachine mee. Die hoeft hij niet. Nee, ja, dat maakt hem inderdaad geen reet uit. Nee, deze watertjes. Met dit prachtige hotel, uitgekozen door de criticus hemzelf, zou je verwachten dat het bij het avondeten helemaal goed zou moeten komen. Maar niets bleek minder waar. Toen de ruzie met zijn vriendje Jeppe eindelijk was bijgelegd over het delen van het voorgerecht, bleek er weer geen echte truffel in zijn hoofdgerecht te zitten. Waar hij immers wel op had gerekend. Je bord terugsturen met het verzoek Zenai wat no truffel when it's no real truffel bleek neer te komen op een bordje droge pasta, wat de rest van de tafel dan wel weer kon waarderen. Tot slot was de chef nog bereid om er wat warme parmezaanse drap overheen te flikkeren. Tja, als je dan nog niet tevreden bent... Ik heb nog een verrassing voor jullie morgen. Wat dan? Dat zien we morgen wel. Denk je dat ik ook vind dat je er vomel voor moet dat hebben? Dat gaan we morgen onderzoeken. We moesten de zwembroek en badjas meenemen. Ja. Wat denk je dat we gaan doen? Nou, ik heb een donkerbruin vermoeden. Ergens een lekkere sauna, bubbelbadje. Misschien een klein glaasje champagne. Nou, ik kan je zeggen, dat gaat niet gebeuren, Tobias. Op FOMO-avontuur hier in de sneeuw gaan we heldhaftig afsluiten. Nee. En dat doen we niet zomaar. We gaan een ijsduik nemen. Waarom zou je dit willen? Vet goed voor je vasculaire systeem. Je bloed gaat vet goed stromen daarna. Kom op, kleren uit. Ja, niet doen we het dan. Nee. Ja, maar ik wil samen erin gaan met jou. Omdat ik zoveel van je hou. Ja. Ik heb nu al koud, kom op. We moeten opschieten, want ik heb het koud. Sven, kan jij een timer?
Er gaan zeker 2 minuten erin. Alsjeblieft, kijk de tyfus. Houd toch op! Twee minuten! Dat is de experience! 2 minuten, anders... Ja. Ik heb hier zo geen zin in. Ik ga gewoon erin, naar de kloten en eruit. Nee, dat is... je blijft erin. Nee, ik doe het hoe ik het wil! Nee. Je mag al fucking blij zijn dat ik meega. Gek! Ik moet even kijken hoe we hier staan, man. Kom, we gaan even dit doen. We gaan erin. Even met z'n allen, kom op. Sven, time, hè? Oh, dit is knettergek. Ik weet niet of ik dit ga doen. Oh, wat een kut idee! Hou! Doe naar de grond! Ja, ga dan! Sven, maak een foto! Oké, doe wat! Sven, maak een foto! Kom hier, een kut tyfus! Ik word nooit meer warm! Ik heb nergens gevoel meer! Auw! Auw! Dit is... Dit is... een fotootje! Jasper! Nee, laat me janken dat hij te koud heeft of te warm. Oh, wat ben jij gaaf, Jasper. Voel me echt heel lekker, Jep. Ik heb overal pijn, man. Pijn is maar zit in je hersens. Zeg dat de volgende keer als je aan de hellingen hangt en loopt te jammeren... dat je pijn hebt aan je liezen, dat je hamertje niet werkt... dat je billetjes pijn doen... dat je armpjes niet meer meewerken. Ik begrijp er ook echt helemaal geen reet van hoe jij in elkaar zit, Jep. Nou, jongens, ik ben trots op jullie. Moet je FOMO hebben voor extreme wintersports? Ik vond het buggyrijden echt heel vet. Alleen, ik zou persoonlijk kiezen om lekker te gaan skiën. Hè? Ja, het is best wel duur. Wat? En ik vind skiën leuker. Ice climben, echt een unieke ervaring. Dus voor een once-in-a-lifetime experience zou ik het zeker aanraden. Maar ook daarvoor geldt, als je een week op windsport gaat, zou ik gewoon gaan skiën. Nee, maar dit was sorry, hoor. Dan de ijsduik, waardeloos. Nee. Echt, verdoen van je tijd. Ik zou me lekker moeten voelen nu. Ik heb gewoon hoofdpijn. Ja, maar dit was echt sorry, maar ik ben het niet met je eens. Nee. Nee, maar iedereen mag toch zijn eigen jij mag zo je rating geven. Of je hier nou FOMO voor moet hebben of niet, zeg ik 3 dino's. Ja, sorry, maar... ik vond dit echt een verrijking van de wintersport. Fucking vet, jongen. Yo, in dat autootje, ice climben naar boven. Hop, nou, zo zag het er niet uit, hoor. Ice climben naar boven ging zo. Hoe vet. Ik vond dit echt, ik denk, de vetste FOMO-aflevering die we ooit hebben gemaakt. Adrenaline in de snow. Het was zo vet, jongens. Waarom moet je zo Engels vallen? Ja, ik ben echt van de sneeuw gaan houden. Dus we gaan hier nog een keer heen. En dan gaan we al die shit nog een keer doen. We gaan weer in die buggy zitten. Ik vond het echt vet. Hij zit nog in zijn roes van het ijswater. Maar hoe lekker was het? Ik ben trots op jullie dat jullie het gedaan hebben. We hadden eigenlijk iets langer moeten doen, maar dat maakt niet uit. Jammer dat ik zo last kreeg van mijn lies tijdens het ijsklimmen. Oh, maar we bijna vergeten, hè? Ik geef het gewoon lekker 5 jeppenjokers. Wow. Ja, leuk, man. Ik heb 12 keer gedacht deze 2 dagen dat ik dood ging. Dat is geen aanrader. Maar het hotel was wel aangenaam. Behalve het eten dan, daar was je ook die neptruffel. Dus 2 keer neptruffel gehad. Die buggy vond ik echt doodeng bij jou. Het zijn niet dingen die ik nog een keer zou willen doen, maar wel leuk dat ik ze heb gedaan. Daarom geef ik het 4 Tobias. Zo! Hey, maar moet je FOMO hebben voor deze dingen die we gedaan hebben? Al met al wel. Vind ik ook. Gewoon extreme wintersport! Dit was de winterspecial alweer. Vond je dit nou een leuke editie? Laat het dan even weten. Like het, reageer in de comments, abonneer op dit kanaal. En laat vooral ook even weten of er een nieuw seizoen moet komen. Ja. Nou, die komt er toch of niet? Er komt een nieuw seizoen! Yes! Helemaal geen zin in.